Dat is mooi. Goedemorgen. Hallo. Hi. En welkom toe bij deze nieuwe Space Engineers. Ja, hartstikke welkom. Ja, zoiets. You need zeros die op Playstation belt. Ja, je moet even niet bellen, want ik ben even bezig met het bouwen van mijn rusten. Ja, ik heb nu zeg maar de voorkant zeg maar een beetje... Ah, je gaat die thrusters van binnen. Ja, ik bouw ze zeg maar naar binnen toe, dat we gewoon een... In deze kubus gewoon zeg maar erin kunnen straks. Het is toch testen zien of mogelijk om die thrusters in het schip te doen, dat het nog steeds werkt. Voor mij brandt dit de zijkant van die platen weg. Ik heb het zeg maar al iemand wel eens zien doen, die had gewoon een kubus gemaakt. En daarin zaten alle thrusters en alle machines en die kon niet van veraf sturen. Dat je gewoon letterlijk een vliegende kubus had. Ja, dat kan. Auw. 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 Beukte mij. Oh. Dus. Wat ik vandaag wil gaan zien is dat we dit ding operationeel maken. Ja, dat wil ik ook wel zien, ja. We hebben een episode gedaan over die schepen slopen. Een episode gedaan om mij te vermoorden. Hè, beer. Nee. Oh, waarom hebben ze hier spontaan schaduw... Wat? Dus de coupons toevoegen is zo stom. Je ziet echt... En klaar. Lukt het? Ja, ik sta ergens op volgens mij zo. Zo leek het wel. Heb je ook zo'n dikke thrust erin? Bang. Hoe ben je dan? Oh, ik dacht net dat ik Lars Steel Tube 10 had gepakt, maar blijkbaar niet. Hoppakee. Okay. Heb je ook de gyroscope die hier zit verwelden? Sure, wat heeft hij nodig? Lars Steel Tube 1. Tot de Steel Tube. Ik heb steel tubes nou. Zo. Ik heb een large steel tubes bij me. Ja, la 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 la. Reactor. Oh, je doet echt large thrusters ook, wauw. Ja, ja, gewoon twee large thrusters vooraan. Dan wat small thrusters van boven naar beneden. Oké, okay, gyroscope working. Had je al een reactor? Ja, 50 components, oké. Okay. Fix ik wel. Je zou toch zeggen, als je zoveel dingen, ja ik wou zeggen, zoveel dingen had gesloopt, dat je genoeg spullen had voor een nieuwe. Oh, deze computer en motors erin, de rest niet. Hoop. Zo, dat is een reactor. Oké, heel wat thruster components meenemen dus. Oh, dat is mijn light. ik wacht op de GUI en ja, komt die weer niet. Ja, dat duurt langer soms. En dan vraag je je af, waarom wordt het blok nou spontaan lichter? Ja, of dan vraag je je af, waarom ontploft in één keer deze fucking car op meteen? Daar heb ik ook wel eens last van gehad. Oh, ik nam mijn schip best even de rotsen. Bijvoorbeeld. Waarom zit in mijn gezicht eraf te kruinen? Wat? Dat doe je net bijna. Wat? Waar hebben we het over? Vorige aflevering in ieder geval. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Zagen mijn gezicht koud. Dat was zeg maar wat je deed. Zullen we de volgende keer de drill proberen? Ah, fuck. Don't kill me. Ik zat in de GUI, you fucker. Oh, je gaat ook zo heerlijk dom dood en ik zag je hoofd daarmee. Ah, ik ben dood. God damn you. Hoe kun je met K? Oh ja. Had ik niks bij me? Oh, chill. Nee, wat dat heb ik eruit gehaald. Oh. Ah, heb je gelijk even geloot. Oké. Okay. Aan het einde van deze serie nog op elkaar schieten met geweren. Met chips dacht ik meer. Maar... Oh, ja, dat goed. Gewoon met elkaar in crashje, fuck dat. Geweldige FPS aflevering. Oh ja. Oh. Ik ben gelukkig ontzettend goed aan FPS spellen. Jij ook al? Ja, ontzettend. Ik speel het ook de hele dag door natuurlijk. De hele dag, wel 800 uur. Kunnen we Isaac? Je kan best wel Isaac noemen als shooter game. Ja, maar het is niet echt FPS. Woep!
Boing. Boing. Hoeveel thrusters zitten hierop? Genoeg. Tim, ik denk dat we je lichaam zeg maar hier moeten laten, want we krijgen hem niet weg. Ja, dat had ik dus ook. Je ligt nu op de kop in de hoek. Je moet er steken. Ik weet op zijn minst hoe jullie met me om zullen gaan als ik er niet meer ben. Ja, zo. Nou, nee, dit is, je moet hem niet zien liggen nu. Je moet hem niet zien liggen. Ik hoorde iets knallen. Volgens mij. Hij hoopt knap. Ik hoor ook wat knallen. Ik hoor me niks. Alleen maar. Ding, ding. Oh, hier. Scrap metal. Wauw. Oké, opgelost. Opgelost. Tim, moet je je voetjes hier liggen als je hier langs loopt? Twee voetjes omhoog steken. Wat doe jij met mijn voeten? Heb jij een voetfetish? Nee. Oké, nou, de onderkant van de zolen hebben een vage texture. What the fuck, waardoor ging ik dood? Wat? Loot zijn lichaam. Oh. Loot hem, hij heeft de spullen om dit af te maken. Like, what happened? Ik heb het. Gewoon, ik ging gewoon in één keer dood. Dan doen we nu dit, doei. Doeg. Oh, Beer, als het goed is heb jij de spullen om de thrusters af te maken. Ja, jij moet alle thrusters afmaken. Good luck, bro. Ja, een taak inderdaad. Deze hierachter nog. Oep. Gelukkig trilt het schip niet aan alle kanten. Echt. Ik heb er helemaal geen last van hoor, jongens. Dus... Ik wel. Ik heb geen idee. Doe nou, oh, Jamie. Werken alle drills? Hij schudt niet alleen, maar het gaat natuurlijk echt gewoon helemaal... Oké, eng. Hij houdt ervan. Hoep, hoep. Waarom zegt trouwens het voetje dat hij niet meer connected is? Was het niet geconnect? Bij mij zegt het voetje dat hij niet meer geconnect is. Dus dat ik hem zo, woep, en af kan duwen. Oké. Okay. Dat moet ik niet doen. Goed luck, Chris. Maar het voetje bij mij is wel geconnect, hoor. Oh. Was wel geconnect, hoor. Nou, bij mij duw ik zo net het hele schip weg en toen TP'de hij weer terug. Dus ja. Strange things happened. Bonnie, oh, dat is een hele interessante food texture. Ja, interessant hè? Waar ik op je staan? Oh mijn god. Thanks for me. Kun je op jezelf staan? Oh. Oh wow, jouw schaduw nu. Zwaai eens. Hi. Oh mijn god. Wat is er met mijn schaduw? Het is een gigantische schaduw op de muur. Op de muur? Oh, pff, wow. Zwaai nog eens. Hallo. Ik zie zeg maar een schaduw van mij op jou. Zeg maar, de normale zonschaduw zit op jou. Ik weet niet dat ze zo advanced aan het schaduw renderen waren. Ik wist inderdaad niet dat je zo players shadows kreeg. Ik wist niet dat je op een player een shadow kon zien. Ik wist wel, hij doet het! Rustig aan jongen, rustig aan. Ja, wat we even moeten doen, we moeten eventjes een paar thrusters die ons afremmen moeten nog hebben. Nergens voor nodig. Dat is op zich wel handig. Nergens voor nodig. En we moeten eventjes een conveyor belt systeempje bouwen voor onze grinders die voorop zitten. Ja, een. Nou, we kunnen denk ik hier wel een large cargo chest invullen in proppen, denk ik. Vast wel. Zal ik even kijken hoe groot die is? Oh, dat kan best. Oh, dat kan makkelijk. Oh. Pas mooi. Deze kubus. Fix ik. I fix dat. Oké, zo zien. Moeten kijken waar we die trusses tegenhouden. Dus hier worden misschien knal, jongens. Wat? Ja, van de vorige meteor inbound heb ik niks gemerkt, trouwens. Achter je misschien. Oh! Klein gaatje. That's what she said. Oh. Makkelijk. De trusser place, of de grinder placement is gewoon te goed voor trusses. Construction components. Wow. Ja. Bart zit zo dan. Construction components. Oh, jij bent dat hij dat blok laat verlichten en niet. Ik zie de hele tijd zeg maar een blok lichter worden en niet. Ik denk van, wat is dit voor rare funky rendering en dan... Wat is een LCD panel?
Nou, LCD, dat is oldschool. Ja, ik weet het, maar dat, je kan nu dus schermen maken? Ja, klopt. Je kan inderdaad tekst, je kan display en ook alleen maar voor je faction. Motoren, display. Wat kun je bijvoorbeeld ook zeg maar zeggen van dat je de inhoud van bijvoorbeeld de refiner... Die en je kan ook coördinaten in opslaan. Je kan echt awesome dingen ermee doen. Maar kun je dat doen, zeg maar, dat je bijvoorbeeld zegt van ik wil weten hoeveel R en place... Nee, het is nog niet... Inventory is momenteel nog niet accessible, maar je kan hem wel met code kun je de chat in, kun je de tekst in laten zetten. Dat kan weer wel. Wat zei ik nou, display? Best wel weinig displays. Display, wat zei ik nog meer? Motoren, denk ik. Hij ik heb niet net... geluisterd naar wat je zei. Ik ook niet. Alles oh, je hebt hem gewoon afgemaakt. Wat heb je afgemaakt? Oh, oh. Nee, ik niet. Nee, dat is de beer dan, denk ik. Ik heb niks gedaan. Jawel. Nee. Hij heeft zichzelf afgemaakt, want ik heb hem niet aangezet. Ik weet dat mijn geheugen slecht is, maar zo erg? Ik heb het alleen maar zitten spelen met dat hoekje daar waar ik hem zit te minen net. Leek te veel op oor, maar het was gewoon steen. Ik ben nu teleurgesteld. Ik wou de container af. Wow. Oh, je bent bezig met die muur, oké. Okay. Conveyor systeem? Ja, moet nog gebeuren. Oh, ik verwacht nog steeds dat ze op de Nemeth hier vol de ding belanden waardoor... Oh, we... ik hoop zo van niet, hè. Eigenlijk beter gewoon kunnen stoppen met... Ja, dan rage quit ik gewoon, dat is van yo. Ja, ja, laat me weer zitten. Later, hey, bye. Ik redde je wel met het spel, joh. I'm done with this shit. Tot volgende week. Ja, anders wel volgende tot week. Volgende week. Zie je nu wel eens met Evil Engineers wat zo'n speelmodus heeft? Heb je al die trusses? Oh, oké. Okay. Ja, dat zo wil ik het gaan doen, alleen ik moet eventjes wat de achterkant welden. Ja. Wat vinden jullie eigenlijk van de Evil Engineers, of in ieder geval het idee? Ik heb het nog niet gezien. Ik weet niet, het trekt mij niet zo om heel eerlijk te zijn. Ik heb het een beetje zijwaarts laten liggen. Ik heb het wel gekocht, alleen op dit moment is het zeg maar niks anders dan creative mode, dus dat vind ik dan weer. Wat zeer vermakelijk is om andermans kastelen kapot te maken, maar... Griever confirmed. Ja, nee, het is serieus vermakelijk, want alles stort heel mooi in. Maar... Als je te veel kapotte stukken in het beeld laat staan, dan is het weer niet goed voor je FPS, maar... Ook, dat was misschien niet goed. Wel, oh man. Wel wat beter qua engine ook. Oh mijn god, die doet. Het is toch dezelfde engine? Nee, het is een beter engine. Ah, en ik ben dood. Of ja, nou, zeg niet zozeer engine, maar dat is DirectX 11 rendering shit. Waar is je lijk dan, Tim? Hoe zag je niet dood? Nee, ik was wel dood. Zie je me daar niet heerlijk vliegen? Wie heeft er zin om een body weg te brengen? Leg hem bij die andere. Wow. Au, tussen damage. Waarom is het allemaal groen? Ik vind dat deze maker team hier prima kan blijven. Kunnen we hem kapot grinden? We hebben begonnen. Komt de verzameling aan Tim lichaampjes. Ja. Build met Tims. Nou, je kan er dus blijkbaar op lopen. Zullen we een vloer van maker Tims maken? Oh. Ik weet niet of die dingen die spannen. Je oude lichaam is weg, dus... Ja, misschien dat er maar één blijft liggen? Dat het totaal één maakt... Je kunt het heel mooi testen, waar ligt die van nu? Oh, Tim! Hey beer! Je weet totaal niet waar ik ben. Hey, neem taxi. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik ben een tovenaar, in 3. Nee, dat ben ik. In derde generatie. Oh? Ja, die heat over naar zeker. Ik ben een Ubo-piloot. Van het zesde Dal-universum. Ik ben een beetje raar dat de ene helft een andere kleur heeft. Ik kan dat painten, ja. Ja, ik had net een schoen gebruikt voor de muur en ik ben nog steeds te... Uh-oh. Oh, nee. Oké. Okay. Zeg alsjeblieft dat het dak heeft geholpen. Er is geen dak, het is gewoon een muurtje. Dit muurtje helpt, oké. Okay. Oh, jij gaat al tussen kapotte zaal? Ga jij maar.
Moest je niet met Ctrl en Shift tegelijkertijd doen, weer? Ctrl en Shift. Ctrl plaatst. Ctrl plaatst. Wow! Wow. Ja, dat zie je niet opnieuw over het hoofd. En daar komt hij. Meteor, mis hem. Nee, dat zag je niet over het hoofd. Wow, man. Dit doet gewoon bijna pijn. Ja. Wat doet pijn? Hurts. Kleur. Nee. Hebben we al een conversiestempje, jongens? Of is het dat? Nee. We hebben een chest. Ja, daar moet nog eventjes van die conversie op aangesloten worden. Dat stond niet in mijn contract. Jawel. Al wel. Jawel, de kleine lettertjes van de kleine lettertjes. Maar... Weet je hoe kloten die dingen werken? Ja, dat moet jij doen. Ik bedoel, dit is een klein schip. En het heeft lag. Legt excuus. Ja, ik gebruik hetzelfde de excuus als de tovenaar. Was een goed excuus. Ga ik gewoon lui doen? Ik ga gewoon... Als een strolzer. Hoezo is het... Wat dan als ik eventjes dit doe? Hoe wil ik hier ooit zo'n conveyor in proppen? Waarom ontploft er wat? Oh, ja. Oké, we hebben geen landingscraft meer. Maar, als het goed is... als het goed is, lijkt het schip niet meer. Oh ja. En we hebben... Oh, fuck, daar gaat het schip! dat is Tim die dat doet. Tim, waarom doe je dat? Jij zegt dat ik heb geen lek meer, dus ik vroeg me af... Oké, ik ga er wel eventjes inlopen om te kijken of we geen lek meer hebben. Ja, we hebben even wat meer gyroscopes nodig. Die smiley face. Oké, je moet dus niet met zwaartekracht je jetpack uitzetten. Nope, definitely not. En we hebben wat gyroscopes nodig, jongen. Er zit er al één in. Ja, natuurlijk. Ja! Cockpit, conveyor. Heb je een small conveyor? Ah, je hebt small conveyor. Perfect. Dat is onmateriaal. Het is niet hoe ogen werken zo. Je gyroscope moet wel genoeg zijn. Voor en nodig computers en construction. Voor computers construction. Hoe kom ik daar ooit bij? De hitbox van de containers denk ik te groot. Ja. Heb ik genoeg... Oké, ik ga gewoon eerst mijn shit afdumpen en dan kom ik terug. Hallo, oh, people. Yes. Yeah. Dat is haar. Maar... Wat ben je aan het doen? Maar mooi aan het maken. Oh, Cookie Monster, maar dan in het roze. Ja. Tadaa! Ik ben goed. Gewoon een grote roze doos. That's what he said. Ja. Yeah. Oh, oh! Oh, what the fuck gebeurt er? Waarom flipt hij zo als iemand dat doet? Like, what the fuck? Wie zit er momenteel in te vliegen? Ik vlieg. Had je het even kunnen zeggen? Ik zit er zeg maar best wel in. Pleuris, man. Ik zit er best wel in. Like, waarom flipt dat ding hem zo? Omdat ik erin zit. Oké, wie heeft er een thruster geplaatst? Oh, Wizard, wat doe je? Ik doe helemaal niet. Jullie beuken tegen elkaar aan. Stop. Je moet je thrusters niet uitzetten. Je hebt geen zwaartekracht door dit ding. Oké, voor mij zitten de thrusters voor. Ja. Wie is er zo handig geweest om thrusters te plaatsen voor de plek van de conveyors? Ik, maar die kun je toch wel verplaatsen. Ik kan gewoon conveyors kunnen gewoon inzetten, ja. In de dingen zelf. Gewoon zo. Dat is een kapsel. Ja, maar dan kan ik er toch niet bij. Gewoon een paar thrusters slopen. Dat is het voordeel van zoveel thrusters. Ik kan er even uitgooien. Wacht, wat? Het voordeel van veel thrusters is dat je ze kan weghalen? Ja. Ja. Wat een leuke face. Goed, hè? Ja, we hebben inderdaad even wat meer thrusters nodig uiteindelijk nog. Of gewoon op de zijkanten en shit.
Dat past ook wel beter wat bij stabieler is. Hij is nog wel redelijk instabiel. En één iemand moet er vliegen en er moet verder niemand in zitten. Ik zie geen probleem. Wacht, ja. Hebben we maar 3 drills naast elkaar? We hebben 9 drills in totaal, ja. Oké. Okay. Dacht dat we er één meer hadden. Nee, jullie kunnen niet tellen, het zijn er 12. Oh ja, 12, sorry. We hebben de 4 drills op een rij. 3 drills per rij, 3 rijen lang. Okay. Is het schip gedraaid? Nee, het schip is niet helemaal. Ja, hoop! Ja, die fucking beer, hè, die ramt van het schip. Nee, maar hier zit er ook nog één. Die zit niet helemaal goed in het schip. Oh, hij is niet echt bepaald in het midden of zo. Ja, hij is 30 meter. Don't care. Just work around it. Dus als jullie de thruster straks weer terugplaatsen. Martijn is daar. Oh, oh mijn god, ook echt niet. Oh, jawel. Denk maar. Als jij volhoudt dat het niet jouw taak is, dan zul je vanzelf tijdens het vliegen merken hoe goed het gaat. Dat klopt. Bij vragen, blame Sander. Dat is altijd mijn reden. Applaus, applaus. Heel goed bezig. Oké. Oh, waarom beweegt dat ding weer zo erg? Kan iemand heel wat motoren meebrengen? In. En construction components en interior plates. Even zo. Wat zei je? Motors, computer? Motoren, construction components en interior plates. Motoren kan misschien een probleem zijn. Nee, die heb ik. Waar? Overal. En dan interior plates en... Construction component. Oh, die smiley is wel echt geweldig. Ja, dat is goed zo. Nou, de meeste dingen motor. Nice. Te veel mensen in te kleine ruimte. Ah, pas mooier. Ik zie niet waar het mis kan gaan. Ik ook niet, behalve dat het schip helemaal gaat flippen en kantelen en draaien. Hoe dichtbij zitten we bij onze donut? Redelijk ver af hoor. Oké. Okay. Ver genoeg dat als jij helemaal lijp gaat doen, dat die dan tenminste niet in één keer crasht. Ja, waarschijnlijk wel. Oh, zullen we testen? Oh. Ah, doen we dit. Ik vind het wel een beetje jammer dat je allemaal groene dingen hebt gebruikt, maar... Ja, en dat kun je helemaal paars maken zo, ja. Kun je in één knop doen? Ja, klik. Roze, wat is het? Roze, denk ik. Ik mis motoren bij die onderste twee. Ja, 2 motoren. Oh, sorry, baas. Bam, ja. Nou, niet meer als het goed is. En die, wat is met hem mis? Oh, interior plates, ja. Ik heb het gewoon gemist. Oké. Large container hadden we het over, toch? Ja hoor, dat denk ik wel, toch. Dat is de meeste storage potential en capacity. We kunnen ook een medium doen. Heeft iemand voor mijn interior plates? We kunnen ook een medium doen. Nee, ik heb interior plates. Gaan we dat doen? Kun jij dan gewoon de large container plaatsen? Ja, als je die gewoon plaatst, dan belt iedereen een stukje in. Ja. Waar wil je hem hebben? Tegen de conveyors aan. Op een plek dat die connect met de conveyors. Ja, maar met de 3. Dus die plek met de 3... Kleine stukjes. Die 3 kleine stukjes, dat hij daar een van die dingetjes aanraakt. Ik weet niet... God, nu moet ik het ding gaan zien te draaien op een manier dat hij gaat werken. Oké. Ik weet niet. Auw! Auw. Wat verdorie mij. Dat was mijn neus. Oké. Heeft iemand nog motoren? Weet je zeker dat die geconnect is? Ja. Nee. Want hier is de grote kant, hier is de kleine. Oh. Ja, aan de andere kant is ook 3, maar wie plaatst nou weer zo dom dan? Wie?
Je hebt niet eens gecontroleerd of je er wel op zit. Hij zit er als goed is op, maar het is moeilijk te testen, aangezien ik het neer moet zetten. Je kan het testen. Je gooit er gewoon iets in. Jongens, ga dus naar de kant. Ik kan niet bij de drills. Vanaf dit ding. Wil je daar zo even uitgaan? Dan kan ik de drills namen. Oké. Okay. Helemaal af dan. Succes. Ja, ga aan de kant dan, want straks ram je hem weer. Ga dan wel naar de ram je hem weer. Poof. Gelukkig kun je goed remmen. Oké, ik ga even kijken. Ja, er zit stone in. Ja, hij is geconnect. Nice. Pas op hoor, ik ga naar achter. Oh, wacht even, kunnen we passenger sheets hierin doen? Oké, hij kan wel mooi snel. Ja, jammer dat je niet zo snel te moeten minen. Alright. Oké, weet je wat? Dit is geen... Kijk uit dat je... Want je mist de helft van die shit. Mag je dan niet op de kop op de lucht? Nou, dat is iets wat meer dummy-proof als we weer wat shit erin willen doen, dat we niet het hele schip erin crashen. Oké, dan moeten we even weer trusses terug. En dan moeten trusses worden toegevoegd. Maar dat doen we allemaal de volgende keer. Oh. Cliffhanger. En dan gaan we eindelijk mine. Dus ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende cliffhanger. Tot de volgende aflevering. Doei!